Welkom bij weer een nieuwe koffiebreek video. Een koffiebreek video, korte video's waarin ik snel iets uitleg. Uh, een video die je even snel kunt kijken tijdens een kopje koffie, een kopje thee uh, of je gewoon even rustig wil zitten even een snelle video kijken. Daar zijn deze video's uh, ja, uitermate gerustgikt voor. Uh, ik ga vandaag iets laten zien over het verstevigen van tekst. Uh, je hebt van die hele leuke tekst. Die kun jij uh, uitprinten. Dat zijn vaak gratis digikits. Uh, heel af en toe koop ik ook wel een, uh, een leuke kit op Etsy. Uh, vaak mag je ze voor persoonlijk gebruik. Uh, mag je ze gebruiken. Uh, commercieel gebruik lang niet altijd. De voorwaarden staan altijd wel vermeld bij de DigiKits. maar je kunt ze dus ook echt gratis downloaden. Ik heb daar wel eens een video over gemaakt. Daar heb ik toen ook allemaal linkjes geplaatst uh, waar je dit soort leuke dingen kunt vinden. Uh, ik haal ze echt overal vandaan. Nou, ik print ze dus uit op. Kopieerpapier, nou, dat is dun papier. Af en toe heb ik ook net iets dikker papier, dat DCP-papier. Uh, dat is net iets dikker dan uh, ja, gewoon kopieerpapier. Dat is heel mooi glad papier. komen de kleuren heel mooi op uit. Maar uh, ja, dat is best wel ja, duurder. Papier. Uh, junk Journal. We maken gebruik van uh, ja, goedkope materialen. Uh, het liefst afvalmaterialen. Papier is schaars op dit moment. Dus uh, het liefst gebruik je gewoon ja, afvalpapier daarvoor. Maar uh, ja, ik print dus ook geregeld dit soort leuke tekst op, uh, op kopieerpapier. Maar dit is te dun. Uh, ik wil die tekst in pockets gaan steken in mijn Junk Journal. En uh, dan is het gewoon uh, wat. Prettiger als ze wat steviger zijn. Dan kun je heel gemakkelijk oplossen. En uh, dat is door er van dat dikke designpapier achter te gaan verlijmen. Ik heb hier gewoon van dat designpapier van de Action. Uh, jullie weten, dat is mijn favoriete papier om te gebruiken. Dit zijn die grote blokken, 12 bij 12 inch. Die kun je kopen bij uh, de Action. Uh, deze heeft toevallig dubbelzijdig uh, bedrukt papier, lang niet altijd, hoeft ook niet. Uh, je plakt dan gewoon de witte kant, plak je aan de achterkant van de tekst. Uh, maakt eigenlijk niet uit of je dubbelzijdig of enkelzijdig in dit geval hebt. Dus die grote papierblokken van de action, die gebruik ik daarvoor. Nou, ik heb hier nog een afvalstuk liggen. Ja, uh, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat het beste er maar bij past. Ik ga even kijken. Nee, ik ga toch voor de donkere kant. Dus ik ga deze tag hierop verlijmen. Vervolgens kan ik ze uit gaan snijden, uit gaan knippen. Uh, wat je eigenlijk maar het liefst uh, doet. Je kunt dit gaan verlijmen met een vloeibare lijm. Zoals een takkie-clue. Of welke lijm jij ook gebruikt. Uh, je hebt dan kans dat jij van die lijntjes gaat zien. Nou, daarom gebruik ik altijd een lijmstift in dit geval. Dat kopieerpapier dat is dun papier. Dus ik ga dat het liefst verlijmen met een lijmstift. Ik gebruik altijd die Bison lijmstiften kun je bij de Action kopen. Is een goede kwaliteit. Kies wel voor een goede kwaliteit lijmstift. Je kunt bij de Action ook van die andere uh, goedkope lijmstiften kopen. Ja um, yeah. Het lijkt te lijmen, maar het laat ook zo weer los. Uh, de volgende dag valt het er gewoon weer af. Nou, dat is gewoon jammer van jouw werk. Dus zorg ervoor dat jij een goede kwaliteit lijmstift gebruikt. Uh, lijmstiften van Tombow vind ik ook heel fijn werken. Uh, helaas is die van mij op, dus ik zal daar nog een nieuw van moeten kopen. Uh, die werkt ook heel fijn. Ik zal wel even een linkje daar naartoe plaatsen. Maar gewoon een lijmstift gebruiken. Zorg dat er een goed laagje van die lijm op het papier zit. En dan plak je eigenlijk eenvoudig het hele stuk papier vast op het karton. Nou, nu moet je het even goed laten drogen. Tenminste, dat doe ik het altijd. Ik laat het even goed drogen. En als het dan uh, helemaal droog is, knip ik het gewoon even uit. Meestal uh, pak ik gewoon mijn grootste schaar die ik heb. Ik heb dat al wel vaker benoemd. Uh, ik zeg altijd zo min mogelijk knippen. Nou met zo'n grote schaar is het vaak één keer knip en je hebt het uh, uitgeknipt. Dus dit soort dingen knip ik het liefst met een zo groot mogelijke schaar uh, uit. Ga ik niet mijn kleine schaartje van Tim Holtz voor gebruiken. Uh, moet ik veel te vaak knippen. Dus uh, zo groot mogelijke schaar knip je het uit. Maar natuurlijk kun jij ook een uh, snijapparaatje gebruiken om dit uit te snijden als jij dat natuurlijk liever doet. Dus op deze manier kun jij heel eenvoudig jouw tekst gaan verstevigen. Uh, is alles goed droog ga ik het dus uh, uh, uitknippen. Ik ga de gaatjes er weer even opnieuw in maken en dan heb je gewoon hele leuke tekst die jij kunt uh, verwerken in jouw junk journal. Of in andere journals. Uh, misschien ga jij uh, wel kerstkaarten maken met pockets erop. Kan natuurlijk allemaal. Kun je die tekst ook heel leuk in gaan verwerken? Dit zijn uh, tekst met bloemen. En uh, ik ga ook leuke kerstkaarten maken in junk journal stijl. Ga ik allemaal nog filmen. Uh, daar ga ik ook tekst voor gebruiken. Ik heb hele leuke kersttekst. Heb ik ook al uitgeprint. En, uh, maar op deze manier kun jij ze dus uh, wat gaan verstevigen, zodat jij ze ja, wat gemakkelijker in een pocket kunt stoppen. Uh, ze gaan niet zo snel kreuken. En uh, je kunt er nog achterop iets gaan schrijven. Uh, je gebruikt designpapier wat jij hebt liggen. Uh, je hoeft daar echt geen speciaal papier voor uh, te kopen. Je kunt zelfs nog, dit is vrij dik papier. Ik moet even kijken: 250 grams uh, papier wat in die blokken zit. Mag ook best wat dunner zijn. 200 gram is ook allemaal prima. Kijk gewoon het designpapier wat jij hebt liggen. Uh, misschien dat je het niet zo heel erg mooi designpapier vindt. Nou, voor een achterzijde is het vaak niet zo erg. Dit is de voorzijde. Deze kant, die zie je straks. Die komt aan de voorzijde in de pocket. Uh, de achterkant, die zie je nog niet zo. Dus uh, je zou ook nog designpapier kunnen gebruiken, wat je eigenlijk niet zo heel erg mooi vindt vindt. Uh, op die manier kun jij je designpapier opmaken. En uh, ja, hoef jij ook niet altijd hele dure nieuwe spullen te kopen. Uh, dit was wat ik jullie voor vandaag wilde laten zien. Dus ga lekker aan de slag. Ga kijken. Waar vind je al die leuke tags? Ik heb daar al een video over gemaakt. Ik ga daar wel even een linkje naar plaatsen. Aan het einde van de video zie je ook altijd een, uh, een schermpje. Uh, als je daarop klikt, dan uh, zie je een video uh, ja, die ik aanbeveel. Dus daar kun je ook altijd naartoe doorklikken aan het einde van de video. Uh, dan zie je hoe ik mijn designpapier uh, ja, uitprint. Ik heb er gewoon uh, een brother printer: een, um, een inkjet printer. Dus niks, geen luxe printer. Ik print hier echt op alles mee uit ik heb gewone huismerk uh, inkt in mijn printer zitten dus uh, niks geen gekke dingen niks geen dure dingen en uh, ja op deze manier kun jij zelf hele leuke en toch wel vrij goedkope uh, dingetjes maken, geprint op kopieerpapier. Uh, je kunt kopieerpapier gebruiken als collagepapier. Uh, dan verlijm je het zonder het te verstevigen. Maar je kunt er dus ook prima tekst mee maken. En dan zorg je gewoon dat er een stevig laagje designpapier aan de achterzijde zit. Uh, dit was het. Voor vandaag. Ik dank jullie voor het kijken naar deze video. Heb je je trouwens nog niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal. Doe dat vooral. Je mist zo geen enkele video. De koffiebreek video's zijn sowieso voor elke woensdag. Maar ze komen dus ook voor tussendoor. Wanneer ik tijd heb, maak ik gewoon wat extra video's. En dan komen er wat extra video's. Dus abonneer je vooral op mijn YouTube kanaal om geen video meer te missen. Klik je op het belletje, dan krijg je ook een melding zodra er weer een nieuwe video online is. Uh, dit was het echt voor vandaag. Dankjewel voor het kijken en graag tot een volgende video. Tot snel. Doeg.